Hallo allemaal, welkom bij MoWizard en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een video van iets best bijzonders. Ik had een cadeaubon gekregen van mijn werk en daarmee had ik 25 euro. En daarbij heb ik dus van bol.com heb ik een Hedwig poppetje dus gekocht. Die hebben jullie in de vorige video ook kunnen zien. Maar ik heb ook een ander ding gekocht wat er best bijzonder uitzag. En nu ik dit in het echt heb, is het pittig gaaf. Je kan het via bol.com krijgen voor 18 euro als ik het goed heb. En ja, het is heel erg tof. Dus ik heb vandaag voor jullie een video van de Harry Potter Pensieve Memory Set. Nou, dit ziet er al heel awesome uit, gewoon alleen al. Ik heb er al in gekeken en alles en zo. En het is gewoon wauw. Het is echt heel erg tof wat je krijgt. Ja, zoals je ziet, het lijkt wel een groot boek of zo, of een klein kastje of zo. Maar wat dit dus is, is eigenlijk feitelijk een set van de memories van Perkamentus. Dus je krijgt, ja, je zal zo meteen wel zien wat je allemaal erin krijgt. Maar ja, dat is dus waar het op gericht is. Dus op de memorykast, gewoon een geheugenkast van Perkamentus, waar hij alle geheugens heeft van allemaal herinneringen. En ja, in deze ringen zijn ze dus ook achtergekomen dat de gruzelementen dus moeten worden vernietigd om Voldemort te kunnen doden. Maar ja, laten we maar gaan kijken naar de doos. Je kan hier al zien dat het een hele kast is en hier is de opening natuurlijk al. Voor de rest staat er hier dus Harry Potter Pensieve Memory Set. Op de zijkant staat het ook Harry Potter Memory Pen. Zo, Pensieve Memory Set en de Warner Bros. Sorry. En voor de rest op de achterkant staat er nog Ages Aiden Up. En ja. Nou, ik zal dit wel even voorlezen. Any witch or wizard can extract memories to be reviewed and even relieved through the pensive. Now you too can have the thought catcher, a place to rest your memories. Very useful if, like Dumbledore, you find your mind a wee bit stretched. The Harry Potter Pensieve Memory Set includes the deluxe 176 pages memory book with pensive disc embedded into the cover. The book features quotes from Harry Potter films throughout. 8 Dumbledore wand pen. Two fifth memory vials with removable lids, fashioned after those seen in Harry Potter, and keepsake box with closing latch. Dat zit er dus allemaal bij, zo. Dit is de doos dus met keepsake box with closing latch. Ik zal jullie gewoon laten zien wat erin zit. Voor de rest op de zijkant staat allebei hetzelfde. Dit goud schijnt echt enorm, zoals jullie al kunnen zien. Zo. Het is echt gekke werk. Gewoon. En als je hem openmaakt, gaat dit open. En ja, ik heb je dit. Nou, dit is awesome. De blauwe is precies hetzelfde plastic met heel licht foam bedekte, wat je ook bij de wands krijgt. En zoals je ziet, wat je krijgt is gewoon awesome. Je krijgt twee van deze, wat de memory dingetjes zijn waar de memories in worden gehouden. Oh, daar gaat mijn camera. En je krijgt een stok, wat een pen is. En je krijgt een boekje waar je je memories in kan schrijven. Laten we gewoon als eerst kijken naar de memory dingetjes. Want daar krijg je twee van. En die zijn gewoon heel erg gaaf. Ze zijn plastic. En je kan er ook wat opschrijven dus. Dit gedeelte is iets anders gevoel dan dit. Het is niet echt paint of zo. Maar je kan erop schrijven dus. Ja, ze staan wel aardig zo, als je ze zo hebt. Je kan ze ook vullen met een of ander watertje of zo, als je wil, als je erop wil lijken of zo. Voor de rest kan je de dopje er gewoon afhalen en je krijgt ook die nice, dat plopje. Hoor maar. Ja, die krijg je er gewoon bij. Hartstikke tof. Het is wel plastic natuurlijk. Maar ja, het breken zal het niet heel snel. Glas zou gevaarlijker zijn geweest, denk ik. Ze zijn hartstikke tof. Je krijgt er twee van om erbij te hebben en alles. Dit is echt heel erg tof. Hier was ik best benieuwd naar hoe dit zou zijn. En ik wou dit echt wel hebben. Toen ik deze set zag, zat ik eerst te twijfelen. Ik was best bang hoe het zou zijn. Maar uiteindelijk heb ik er geen spijt van dat ik het heb gekocht.
En daar heb je twee mooie plekken van in de deuren. Eigenlijk een soort van... Voor de rest hebben we hier de wand van Perkamentus. Ja, of van wie dan ook, wie het allemaal heeft gehad. De Elder Wand natuurlijk. Maar dit is een hele kleine versie natuurlijk. Deze is veel kleiner dan de originele versie die ik ook heb liggen. Ja, het is heel erg slecht plastic. Dat is al te voelen. Maar voor de rest, details zijn wel leuk gedaan hierin. Mooie achterkant, al die gaatjes erin. En de bobbetjes en een mooi puntje. En voor de rest, dat puntje kan je eraf trekken. En dan heb je een nog mooier puntje. Wat een pen is. Dus je kan er ook gewoon mee schrijven. Het is een pen. Ja, dit is het bovenkantje. Is gewoon het dopje. Het is top. Het is gewoon een leuk ideetje. Het is tof om erbij te hebben. Ik dacht eerst dat het... Ik wist niet eens wat dit eigenlijk wel inhield. Maar uiteindelijk bleek het dus ook een pen en alles te hebben. Maar voor de rest zie je hier zo'n enorm mooi cirkeltje. En dat is het boek dus. Je krijgt er een soort van boek bij waar je memories in kan doen. Je hebt hier een heel gat ervoor in zitten. Maar zoals je ziet, je krijgt dit enorme blauwe cirkel krijg je erin. En ja, dat is, moet dus een soort van ja, je memory shower laten zien. Waar je je memories in kan doen. En dan kan je ze opnieuw bekijken en alles. En dat is, ja, dat moet het een beetje voorstellen. Dus ja, zoals in de film doen. Dan is het eerst gewoon je memory eruit halen in het flesje. En als je het opnieuw wil zien... ja, dan kan je het erin gieten, maar dit is gewoon puur om te bewaren. Je kan het ook gewoon direct in het ding gooien om je memory opnieuw te zien. Maar je kan hem ook in het flesje doen om te bewaren. Nou ja, zodra als je hem in het flesje hebt en je bent vele jaren later en je wilt het opnieuw zien, doe je het gewoon zo erin. En dan, ja, dat is hoe het werkt in ieder geval in de magische wereld. Voor de rest ziet dat er awesome uit. En het is een best dik boek, zoals het op de achterkant stond. Ik weet niet precies wat. Hoeveel pagina's stonden er nou op? 176 pagina's. Dat zijn een hoop. Zijn dit boek. En voor de rest staat hier Memory Book. Ja, daar kun je zo denk ik wel lezen. En Harry Potter staat hier voor de rest. Dat kan je ook zo denk ik wel lezen. En voor de rest op de achterkant staat er niks. En op de zijkant staat er wel wat. Harry Potter Memory Book en ja, WW en alles. Voor de rest is dit echt dik. Dit is echt dik karton en alles. Mooie sterretjes doorheen en alles. En ja, voor de rest aan het begin. Harry Potter Pensive Memory Set. En allemaal zooi. Hartstikke tof. Introduction. You have acquired a pensive inspired memory book. A thought catcher, a place to rest your memories. Very useful if, like Dumbledore, you find your mind with the... Ja, heel dat gedoe. Maar, nou... Camera, blijf eens staan, joh. Met een eindstootje val je om, man. Maar voor de rest kun je allemaal dingen inschrijven. En hier staan allemaal, door het boek heen staan allemaal quotes. This boy will be famous. There won't be a child in our world who won't know his name. Minerva McGonagall, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Het zijn allemaal quotes uit de film. Allemaal zinnen uit de film van bepaalde characters. De zinnen worden er eerst genoemd, dan de characters die het hebben gezegd en dan in welke film, wat hartstikke tof is. Je hebt ze helemaal door het boek, hier zo ook. New scene when the sweet little Potter gave her life for her only child she provided. The old team protect, I could not touch him. It was old magic, something I should have foreseen. But no matter, no matter, things have changed. I can touch you now. Lord Voldemort, Harry Potter en de Goblet of Fire. Allemaal toffe quotes zitten door het hele boekje heen. Ja, en dan kan je allemaal dingetjes nog inschrijven. Al je gedachten die je hebt. Ik ga voor de rest nooit inschrijven en alles. Oh, we hebben hier eentje van Sirius Black. Sirius Swords. The world isn't split into good people and death eaters. We all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Sirius Black, Harry Potter en Order van de Phoenix. Dat is gewoon een topzin ook gewoon. Wijze zin. Gloeiende, gloeiende, gloeiende gloeilamp. Gloeiende, gloeiende gloeilamp. Camera, ik moet een nieuwe tripod vinden. Nou ja, hier voor de rest hebben we nog een quote van Harry Potter. Dat zal de laatste zijn die ik opnoem. Think of this way. Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now. Students. If they can't do it, why not us? Harry Potter and the Order of the Phoenix. Hartstikke tof boekje. Echt heel erg gaaf.
voor wat je allemaal krijgt. Je krijgt deze grote box waar je dit allemaal, dit foam in hebt zitten. Wat het beschermt en alles. Je krijgt een hele dikke boek die er heel awesome uitziet. Je krijgt een pen erbij in een vorm van een wand. Waarom krijg ik dit boek er niet in? Normaal gaat het, ja. Oké. Je krijgt deze wand erbij die de best stof is, die ook een pen is. En je krijgt twee van deze flesjes. Ik vind het zeker waard. Als je zo kijkt wat je allemaal krijgt. Ik vind het dit echt waard. Voor het geld, 18 euro. Dat is het echt wel waard, vind ik. Mooie prijs. Je kan hem bij bol.com kopen. Als je gewoon Harry Potter Memory Book. Gewoon deze set. Gewoon de naam die in de titel staat. Van de Harry Potter, dit en dat. Daar kun je, als je dat opzoekt, zal je het vast wel tegenkomen. En anders moet je gewoon op bol.com zoeken. Harry Potter. En dan gewoon een beetje door de pagina's heen zoeken. En dan vind je dit uiteindelijk. En het is echt een toffe set. Voor wat je krijgt en alles. Hartstikke tof. Ik wil jullie in ieder geval super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ja. Iedereen heeft een fijne kerst. En ja, ik zie jullie gewoon weer later.